100% kans, hè? Nee. Nee? Ik heb nog koffie. Oh. En jij maar? Wil jij een sinaasappelsapje? Nee, maar ik neem een echte sinaasappel. Ja, ik wel. Ja. Jij wel? Dan ben ik er klaar mee. Wacht maar even. Kijk even om, Willem. Van watermolens. Ja, nee, dat begrijp ik. Heel veel watermolens. Ze zijn ook helemaal groot. Oké, het bord open. Ja, doe maar. Maar mag wel. Ja. Het is wel leuk, ja, om een foto te maken. Ja. Loop even door. Dat we daar de vorige keer waren. Ja. Je zag het heel goed. Dit is niet helemaal gelijk verdeeld, geloof ik, zie ik. Die zal ik even verdelen. Ja. Hoe is het verder met jou? Is ja, het leuk met uitstekend. Ja, die broek is mooi geperst. En is, hij is niet, maar die spelden zitten er toch nog in, hè? Ja, natuurlijk, die zitten erin. Dank je wel, hoor. En dat je er nog wel getuige van mag zijn. Oké. Ja. Ik ben echt jarig. We zitten hier met z'n zes, met familie. Mijn broer en... Hij is lopend. Ze zijn lopend. Dat is mooi. Ja, van boek gaan we niet lopen. Nee, dat is helemaal niet. Dat is fietsen lopen. Van de week werd geschaatst op de grachten. Dat vond ik ook wel heel mooi om te zien.
Ja, dat klopt. Dat is wel heel erg. Had die nieuwe supporters toch nog gelijk, hè? Ja, maar die zijn er toen naartoe gegaan, hè? En dan gaat het ook door. Oh, recht. Die zijn allemaal hopelijk half verzadigd zijn. Ik moet zeggen, ik heb tot zover heel lekker gegeten. Ik heb geen idee wat het was, maar het was allemaal bijzonder goed. En tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht dacht ik dat ik een paar woorden zou zeggen, maar ten eerste van iedereen hier en ook de uitgebreide familie in Australië, heel hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Je bent 90 jaar geworden, je bent goed gezond. En natuurlijk de vraag die op iedereen lippen is, hoe heb je dat gedaan? Dat hoef je niet te antwoorden. Oh. Want ik zal je vertellen wat je antwoord zal zijn, maar. Ben ik benieuwd naar. Je antwoord zal zijn, daar heb ik helemaal niks voor gedaan. Dat is vanzelf zo gekomen. Ja, regelmaat in je leven. Ja. Maar dat is natuurlijk vanzelf niet zo gekomen. Daar zitten bepaalde mentale en fysieke aspecten aan vast. Dat je dus gezond op deze leeftijd aankomt. En ik dacht, ik zal dus 2 minuten gebruiken om proberen voor mijn standpunt uit te leggen hoe dat gebeurt. Ik neem aan dat iedereen er wel erg geïnteresseerd in zal zijn. Thema is gezondheid. Ja. Behalve pa, jij hoeft niet te luisteren, want je bent natuurlijk op dat gebied al jaren op iedereen vooruit. Dus het geldt niet voor jou. Wat het fysieke aspect betreft, word ik eigenlijk iedereen die niet direct aan ma verwoond is, meteen al teleurstellen. Want DNA heeft er een hoop mee te maken. Dus wat dat betreft zijn Sjors, Astrid en ik op meerdere niveaus eigenlijk al erg blij dat jij 90 bent. Maar verder, je hebt altijd een gezond leven geleid, ma. Dat kun je wel zeggen. Je hebt altijd gebalanceerd gegeten. Je hebt weinig alcohol gedronken. Je hebt weinig drugs gebruikt. Nooit iets. Voor zover ik weet. Dat speelt mee. Je bent altijd bezig geweest. Wandelen, fietsen, zwemmen. Niks fanatieks, maar ik denk dat al die kleine goede gewoonten toch bijdragen aan het feit dat je dus je lichaam goed intact hebt weten te houden. Middagslaapje. Ja, dat. Doe ik zelf ook. Het mentale is wat moeilijker op te sommen, maar ik denk dat er ook 3 dingen zijn die jou wel opzommen. Jij bent een optimistische, avontuurlijke zorgenmaker. Oh! Dat heb ik namelijk ook. Ik maak me ook vaak zorgen over dingen waar ik eigenlijk niet over hoef na te denken. En daar heb je het meeste last van in de nacht. Ja. Overdag denk je, waar heb ik me toch druk over gemaakt? Juist. Misschien herkenbaar. Ja. Maar dat, is een zeer, dat kan een zeer levensbeschermende eigenschap zijn. Oh ja. Want dat houdt je natuurlijk af van het nemen van fysieke en mentale risico's. Ja. Bijvoorbeeld, het is wetenschappelijk bewezen dat mensen die geen hoogtevrees hebben, een veel grotere kans hebben om dood te vallen van een grote hoogte dan mensen die wel hoogtevrees hebben. Logisch. Kortom, het is een goede gewoonte om te hebben. En ik neem ook aan, ma, dat jij waarschijnlijk nooit een hoog speculatieve investering hebt gemaakt met 100.000 euro die je van iemand anders geleend hebt. Dus die geestelijke stress heb je ook niet aangeleend. Nee. Je bent altijd toch vrij avontuurlijk geweest. Oh, vind je dat? Laten we wel wezen. De meeste mensen, en ook mensen in Nederland, die wonen in een straal van 10 kilometer van het huis waar ze geboren zijn. Oh, op zo'n manier, ja. Dat klopt. En als ik hier rond de tafel kijk, dan kan er waarschijnlijk al een paar potentiële kandidaten zien. Ja. Jij bent geboren in Den Haag, opgegroeid in Apeldoorn, getrouwd, geboren in Rotterdam, gepensioneerd in Utrecht. Ja. Het paar was dan hetzelfde. Amsterdam, Antwerpen, overal geweest. Ook in Twello gewoond, korte tijd. In ook dat nog?
En hoewel dat op zich niet zo avontuurlijk lijkt, het is toch ook meer, en jullie hebben het allebei, als het tijd verloopt moet je de bakens verzetten. En je hebt dat altijd eigenlijk zonder klagen gedaan. Je bent ook altijd, ondanks het zorgen maken, toch een vrij optimistisch mens geweest. Jullie hebben je nooit eigenlijk druk gemaakt over dingen. Het komt altijd wel goed. En ik denk dat het toch ook een balans is die je een geestelijke balans hebt gegeven. Ik kan me ook nog herinneren om het avontuurlijke terug te komen. Wij gingen in de begin 60e jaren al naar Italië op vakantie. En dat was iets heel exotisch. Want ik kan me nog goed herinneren. En Sjors kan zich dat ook herinneren. Ja. Wij kwamen dan terug, de meeste van onze vriendjes, die brachten dan 2 weken in Scheveningen door waar zij verregenden. Gedurende de zomer. Dat hadden wij niet. Ik denk dat die balans van het mentale en het fysieke, dat die toch heeft meegeholpen dat jij 90 bent geworden en goed gezond bent. Kortom, Astrid, ik en onze familie hebben voor jou een duurzaam cadeau gekocht. Dus ik zou zeggen, maar teken nog maar eens om te beginnen 10 jaar bij, want dat cadeau is al langer dan 10 jaar meegaan. Dan wil ik nu graag even dat alle mensen onder de 85 opstaan en hun glas heffen. Onder de 85. Jan kan ons net bij. Maar van harte. Proost. Dank jullie wel. Proost. Mooi, Alex. Mooi. Als er maar niet tegen valt. Ja, dat is toch niet. Mooi gepakt, hè? Heel mooi. Prachtig. Kom op, oma, gewoon los trekken zoals je altijd doet. Gewoon gas erop. Ja. Ik heb een keer toch ook. Het is bewust heel goed ingepakt. Er zit een dubbele knoop in. Dat is wel voor oma. Nee, die trek ik. Weg met die rommel. Goed, wat is dat fantastisch ingepakt. Scheuren. Ondersteboven. Nee, ondersteboven. Andersom. Ja. Ik durf het haast niet open te maken. Je moet het wel net zo weer inpakken, hoor. Doe maar. Zoetwaterparels. Ja. Kijk, dat zijn de oorbellen. Oh, wat schitterend mooi. Vandaan? Probeer. Astrid. Even kijken waar het begin op eind is. Staat dat mooi? Heel mooi. Ja, dit wordt moeilijk, hè? Doe het niet. 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 Doe het ni
Maar ze gelijk gemaakt dan al toen. Nee, dat hebben we gewoon. Oh, die komen ze als stuurs op. Moet je wel afrekenen? Als ik zo ben, ja, aanbetaald. Is geen probleem. Nee, is een pas sessie, dus ook een vervangingsschap. Een week of zo? Een beetje, je hebt een kijk of hoe goed ze zijn. En dan krijg je in huis een paar keer te testen, s'avonds afval. Als dat goed is, gaan ze op de waarde van de rond. Ja, zo. Ik gewoon normaal. Ja, zo lekker. Zij is niet in het ja, zo. Ja, ja, zo. Ik heb niks voorbereid voor vandaag, dus dan ga ik ook. Ik ga het niet te lang maken. Ik hou het redelijk kort vandaag. Maar ook, maar dus, gaat het goed? Is de camera? Nee. Wij hebben natuurlijk ook wat cadeaus die we hebben bijgekocht, van opa ook natuurlijk, hè, van vorige week. Ik was gisteravond op het feest van mijn schoonmoeder, die werd 60, dat vond ze erg oud, zei ik. Ik ben 60 jaar geworden, ik zeg, je moet je eigenlijk niet zo aanstellen, mijn oma wordt morgen 90. Ja, dat is pas oud, en die ziet er ook, nou nee, ik zal trouwens niet zeggen wat ik daarna zei, maar dat maakt verder niet uit. In ieder geval was het, in ieder geval, het verschil leek heel groot, 30 jaar in één keer, ja. tussen 60 en 90. Dus al met al, 60 valt wel mee, 90 is pas echt oud. Maar je ziet er niet uit als 90, maar dat heb ik al vaker gezegd. Dus dat weet je. En vorige week op mijn werk zei mijn collega, ja, wat had jij zaterdag? Ik zei, ja, ik moet zaterdag naar de verjaardag van mijn oma, die wordt 90. Ze zei, 90? Ja, 90. En opa dan, is die al een stuk jonger? Ik zeg, nee, die is 94. Oh, dat nog bestaat. Ik denk, ja, dat is eigenlijk wel bijzonder dat nog bestaat. En opa dan over 94 zijn. En nog op zichzelf wonen. Ja. En eigenlijk alles nog zelf kunnen, ja. Helemaal zelfstandig wonen. Dus loshand op de wc. Loshand op de wc te zitten. Ja. En een karretje nodig is met een kindertje hoeven te besturen. Allemaal niet. Dus ook wij hebben jullie wat leuks uitgezocht. En ik ga even beginnen met jullie voor het cadeau van Valerie, want ook die heeft iets voor jullie gemaakt. Ah, oh. Valerie heeft iets voor ons gemaakt. Ik kan alleen maar een luier zijn. Ja. 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 Nee, was het voor een fijn in de boetsering. Ik zou eigenlijk zeggen dat het een luier is. Deze is voor jou, oma. Ik heb het ook nog niet gezien. We hebben alleen gezien dat ze hele blauwe voet had. Toen ze s'morgens een keer terugkwam van de middag van de kinderopvang. Kijk nou wat je nu gescheurd hebt. Nee, dat heb je heel voorzichtig gedaan. Dat is weer daar cadeautje 2. Dat is voor mij wel een klein kindje, dus dan moet je heel voorzichtig zijn. Een heel leuk kindje. Laat zien maar. Hiep, hiep, hoera. Provisias. Proficiat. Kusjes van Valerie. Een handje en een voetje. Oh, dat is leuk. Ja, wacht even. De voetjes in de lucht. Dat is een leuk. Ja, inderdaad, hè. Ik had ook een klein zo. Een enig. Die ligt nou al op grote voeten. Oh, wat enig. Wat leuk. Enig. Zijn alle grote dan die van jou? Ja. Ja. Deze is niet van deze is voor opa. Nog vanaf, natuurlijk ook van jou, van harte gefeliciteerd, hè. Dit is allemaal van de kleinkinderen. Zo, dankjewel. Ik hoorde dat je nog een andere, ook een goede borrel had gekregen. Ja, ja. Dan doen we het nog maar een fles bij, hè. Je moet komen. Of het is wel iets anders, hè. Ja, want ik moet zo. Schitterend papier. Nou, ze niet tussen die andere flessen, want die zijn leeg. Je kan het alleen niet loskrijgen. Nee. Trekken. Oh ja. Even aan. Ik moet zelf dat al. Zo. De doos zegt al genoeg. Kover als peerdozen. Geweldig, bedankt jongens. Even optellen waar erin zit, hè? Dat hebben ze speciaal voor mij gekocht. Wat er op de buitenkant staat, komt het zit er ook in natuurlijk, hè? Dat hoop ik. Ja. Wat een schitterende plek. Zet u brui. Wat hangt er voor kwastje aan? Kouwers bij je neuzen. Jongens, hartstikke bedankt, geweldig. We zullen ervoor genieten. Ja, jouw cadeautje is kwijt, oma. Het is niet
niet meer binnen liefde, maar het is iets klein. Klein, als je liefde. Klein, 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 hè, Paul? Jongens, we zullen C met gedachten aan jullie savoureren. Goed zo. We zitten niet over het hoekje, John. Daar. Nee, je zit hem niet op het hoekje. Er staat veel te vakant. Daar klinkt het op de grond. Paas heeft die fles in het midden. Een fles in het zo? Ja, dat op de grond, nee, dat kan niet vallen. Middenop. Ja, zo ja. Ja, voor de camera. Heel ziek. Ik zie. Of plat leggen. Ja, dat is eigenlijk een beetje. Even omhoog houden, maar. Ja. Oorbelletjes. Het was niet vooraf afgesproken dat we allemaal oorbellen zouden geven. Hele mooie oorbellen, met een haak. Met een haak, met een vleeshaak. Dat moet ik kennen. Ja. Prachtig, prachtig. Oh, het is zwart met zilver, of niet? Ja. Hartelijk bedankt, jongens. Heel leuk zijn die. Hartelijk bedankt. Ja, ik ga mijn rondje even mooi maken hoor. Hoe kun jij even in dat doosje? Hij zit zo'n zusje door dingen neerleggen. Ja, dat is het. Ja, het zit in die ruimte links geloof ik als je eruit gaat. Hij staat niet aan, maar. Nou, hij staat niet aan. Ik geloof je op je woord. Ja, alsjeblieft. Wij zijn zo langzamerhand aan het eind gekomen van deze lunch. En John en ik willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor de prachtige cadeaus die we gekregen hebben. En ik hoop dat het gesmaakt heeft en heerlijk, dat jullie naar je zin hebben gehad. Allemaal prima. En tot de volgende feest. Volgende feest, ja. En Sjors en Steffi, een hele fijne vakantie. Dankjewel. Dankjewel. En kom met beide beentjes heel terug. Ja. Nou, het was kort. Dankjewel. Ik heb het al opgesteld, ja. Als je de verkeerde bent, ben je misschien wel beter af. Nee, die vergeet ik niet hoor. Dat is goed, jongens. Ja. Wij moeten eventjes de. Ik denk, waar komt dat vandaan? Maar het is hier het sponsje. Ja, klopt. Zo. Even. Kan dat niet in die tas nog? Kijk even hier, Astrid, Sjors. Ja. Hoi.
Nee, was dat ook zoals waar Libanon hun reden hield? Dat was hier. Ik heb eens in de week altijd een maaltijdsalade. Mm-hmm. En daar zit dan, en ik heb nu eten van Appetito. Nou, nee, die wordt niet gedeeld. Daar heb ik namelijk net niet genoeg. Nee, dat weet ik. Wel eens op zien. Dus als ik hem aanklik en kijk op het kaartje, dan kan ik zien waar hij is. Dus als hij tenminste op Snapchat zit. Wat is dat? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Kan je foto's maken die verdwijnen vanzelf. Dat kan dus niemand. Ik heb meer zeuvel vanmorgen nog wat sneeuw. Vannacht sneeuw en vanmorgen vroeg. Vanavond code geel alleen voor de provincie Noord-Holland, Gelderland, Flevoland en Oost. Sterke benen. Ze dus krijgt een hele mooie draaikolk op de achterhoofd, hè? Draaikolkje, hè? Ja, zo. Wat? Hij heeft wel goede reflexen, hè? Ja. Zo lekker, hè? Alles wat. Dat is gewoon een haring eten. Ja. Is dat lekker? Ben je nog steeds tevreden over je zwitsmus? Ja, nou, maar jouw receptie is lekker waar. Ik heb er niks meer mis. Ja, dat snap ik ook wel. We zijn maar van, die zijn even van de ene voeding naar de andere. Ik zeg, ja, klopt. Ik zeg, die eet heel het hard eigenlijk. Allemaal, je gaat er helemaal kapot laten lezen. No way. Ja, leuk, hè? Is dat poes? En waarom moet dit nou eigenlijk in soep passen? Je moet het even onder de soep dopen, want ik ben bang dat het een beetje... Helemaal goed. Ik heb hier ook nog vlekken. Nou, dan kan hij mooi in de was. Ja, mooi in de was. Ja. Ik moet even kijken natuurlijk. Hoe het er al ligt. Nee, niet te kijken. Dit is een film, dat is geen foto. Oh, dat is fijn. Dat ongedwongen, dan mag ik wel. Ja. Of niet zo'n speciaal gezicht. Ja, ik zal je geen script hoeven te geven, maar... Yeah.